Wat? Hou ze vast. Hou ze vast. Ja, kom. Pak hem. Goed zo. Kan ik dit even weggooien zo. Zo. Wat is het? Kom, die gaan we onderzoeken. Ja, we hebben vandaag de koe voor de beleefdag. En eigenlijk willen we hier mensen bij elkaar brengen die dingen doen over groen, biodiversiteit en die bezig zijn het landschap. En om mensen te laten zien dat er ontzettend veel gebeurt in de gemeente. En dat je ook heel vaak al heel zelf iets kunt doen. Het was heel leuk om dieren te vangen. En ik vond het ook wel leuk om ze weer vrij te laten. Hoe voelde dat in je hand? Eigenlijk voelde ik bijna niks. Het kietelde niet. Ik voelde bijna helemaal niks. Want hij zat alleen maar stil. En soms sprak hij een beetje aan je hand vast. Met zijn pootjes. Een uil? Die eet zo helemaal de muis op. Dan word je het vinden niet lekker. He, al die haren. Toch? En die botten vind je ook niet lekker. Dus dat spuugt hij weer uit. Goedje. Heel goed, jongen. Plak hem erbij. Ja, en we richten ons vandaag wel echt op de markt, ook voor kinderen. Omdat wij geloven dat de jeugd de toekomst heeft. En als zij nu van die natuur gaan houden, dan willen ze dat later ook gaan behouden. Dus daar zetten wij vandaag wel volop in. En eigenlijk altijd in het werk wat we doen. Okay, waar zou dit moeten? Als je bijna klaar bent uitvogelen. Hoe vindt u het hier? Ik vind het superleuk. Heel leuk. Veel activiteiten voor de kinderen. Ze vermaken zich goed. Het is mooi weer. Dus wat willen mensen nog meer? Dus ook even voor uzelf pauze als moeder. Ja, ja, heerlijk. Ja, ze vermaken zich goed. Dus dan heb je even je handen vrij. En genieten van de kinderen natuurlijk, omdat zij genieten. Ja, ja. Nou, melk maar eens even wat. Misschien komt er wel melk uit. Doet hij het? Ja, kom op, knijpen. Doet hij het? Harder. Ze leren ook dingen op school, maar het valt niet mee voor een leerkracht om altijd naar buiten te gaan en om altijd wat groter uit te pakken dan nu. Dus natuur zit in de kerndoelen, maar ja, de focus ligt toch vaak op rekenen en taal. En wij proberen wel op allerlei manieren de scholen te ondersteunen. Daar krijgen we ook veel positieve reacties op, dat doen we veel met scholen. Maar dit soort dingen waarin juist die beleving meer centraal staat, dat is wel iets meer voor het gezin, voor de vrije activiteit. Nou, hoe vind je het hier? Goed. Wat heb je gedaan? Botten van een muis gezocht. En we hebben een beestje gevonden. Ja, hij zit goed. Dat was de laatste. Ja. Kijk eens. Hai, Tober. Goed gedaan, man. Nu mag je weer naar huis. Ja.